Het contact tussen mij, ik weet niet of het ook voor jou geldt. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 16 augustus. Het is nu, mag ik niet liegen, 13 uur. 32, 33. Ik ben dus nu in Roosterhuis. Het stond hier eerst helemaal vol. Hier. Dat staat dus nu een deel daar. Want we zijn dus nu al lekker druk aan het uitzoeken. En opruimen. Want als je een woning wil gaan verkopen, TZT, of zo, dan zou je toch moeten gaan opruimen. Ja, nou, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Dat spel. Ja, die moet ik ook zo even aanzetten. Ja, een hele goede middag allemaal. En ik had al een intro gemaakt, dus dat hoeven we niet meer te doen. Scheelt weer. Dat scheelt je aanmerken. Het contact tussen mij, ik weet niet of het ook voor jou geldt. Denk het wel, hè? Nee, daar staat los van. Nou, het contact tussen mij, Jojo en Jessica, die is helemaal definitief finito. Dat vind ik gewoon jammer. Maar ja, er is het een en ander gebeurd. Ja. Over en weer worden dingen gezegd. Nou ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Kijk, als je een beginnende hernia hebt, dat mag, dat kan. Maar het staat vol op internet dat gewoon zwemmen heel goed is. Maar als zij... Ja. Dus van een huisarts of wat dan ook, of het in haar hoofd heeft van joh, ik mag niet zwemmen, want oh ja, dit en zus. En als ik mee ga, dan wil ik voorin liggen in de stoel. Ja. Nou, dat mag al sowieso al niet liggen. Nee, dat is bij wet verboden, tenzij je een ontheffing hebt. Nou, en die heb je niet. En die ontheffing kan je alleen maar krijgen als je dus zelf een auto hebt, zeg maar, of je partner heeft een auto. Ja, en dat heeft ze niet. Ja, en jij, ja, voor jou kan ik het aanvragen, maar dat heeft natuurlijk geen nut. Nee, want ik heb geen hernia. Nee. Ik kan wel eentje geven, ga maar even staan. Nee hoor. Nee, maar ik voel me gewoon kip lekker. Door mijn laatste operatie, sowieso, voel ik me gewoon veel beter. Ja, dat scheelt. Ik ben ook heel even op de fiets, even kijken hoe lang ik het volhoud. Voor het eerst. Eigenlijk. Ja. Even kijken hoe lang ik het volhoud en of ik niet moe word. Nou, moe worden zal ik sowieso weer worden. Maar maakt niet heel veel uit. Maar dat heb ik er wel weer voor over. Maar ik wil gewoon weer wat meer op de bicyclette doen. Ja, en vooral als hij zometeen weer... Ja, andere werk gaat doen. Dan moet ik sowieso op de fiets naar school. Of moet je even afzetten om 6 uur 's ochtends? Dat kan ook natuurlijk. Nee, dat gaan we niet doen. Dat kan. Nee, maar we hebben sowieso sleutels weer... teruggewisseld. Ja. Op een goede manier. Okay. Top. Dankjewel, Jess. Okay. Scheelt weer. En dankjewel, Gert-Jan. En voor de bemiddeling. Dus, en wie weet, draait het ook alweer een keertje goed. In elke vriendenkring heb je wel een keertje ruzie. Nou, dat is nu bij deze sowieso nu het geval. Ik hoop niet dat en bij, nou, vaak, als je ruzie hebt, dan kom je er weer sterker uit. Ja, wil je wat vaker ruzie maken dan? Ja, hou je bek, ja? Mm. Nee, maar ik ga Ro even helpen en ik heb geen GoPro op. Nee, sowieso nog niet. Want ik heb wel zo'n ding, zo'n harnas, maar dan zie je alleen maar wat. Dat schiet ook niet op. Laat maar neer. Ja, en er richt iets naar beneden volgens mij. Ja, klopt. Maar ik moet nog een ander klein dingetje erop doen. Ja. En dan heb je wel gewoon goed beeld. Maar... Oké. Okay. Hoe dat zit, ik weet het nog niet, maar daar gaan we nog mee bekijken. Helemaal goed. Dus, maar ik ga nu mijn man helpen met postlopen. Ik ga even je neus... Nee, niet doen. Is leuk. Even opeten. Lekker? Nee. Nou. Komt helemaal goed, toch? Okay, en ik zou zeggen, heb je ruzie? Ja, dat kan altijd gebeuren in de beste families, in de beste vriendenkring. Maar maak het niet al te lang. Maand, 2, 3, half jaar, jaar. Half jaar, ja. 2 jaar, 6 jaar. Nee hoor, gekkigheid op een stokkie. Lekker dan. Nee. Kijk,
Kijk, als je kijkt, zo voelt het nog voor mij. Ja. Als je kijkt, sowieso. Je bent en blijft mijn zusje. Maar, lief... Ja, precies, toch? Precies. Ja, ga maar verder. Maar, lieve schat, uit mijn grond van mijn hart, ik wil je heus helpen met alles, maar laat dat dan toe. Hey, slaapkopje. Ik ben weer terug van post, hoef je aan te slapen? Tuurlijk wel, is leuk. Kan ik lekker aan slapen, scheelt je. Grappen maken. Altijd. Leuk hè? Altijd grapjes maken. Altijd grapjes maken, ja. Zelfs als dingen niet grappig zijn. Nee, precies. Maar hoe was het post? Morgen weer. Morgen weer post, lekker. Ik hoop dat het wat beter is dan vandaag. Het zat een beetje door elkaar heen allemaal. Joh, je meent het. Ik weet er alles van. Ja, ze doen tegenwoordig combi-bundels. Denk je van, oké, weet je wel. Eén bundel. Gesplitst in een kleine post en grote post. Dat is dan voor één stukje van de wijk. Maar dan dus twee keer. Twee keer dezelfde combi-bundel. Voor hetzelfde stukje straat twee bundels. Denk van, Dus dan ga je gewoon verder. En op een bepaald moment kom je post tegen met iets anders ervoor. Ik denk van, dat heb ik al gehad. Nou, moet je weer terug. En daar weer nog een keer hetzelfde stuk gaan lopen. Dus dat schiet niet heel erg op. Nee, maar ja. Je hebt het wel gedaan. Ik heb het wel gedaan. De post moet toch bezorgd worden. En wie kwam jou helpen? Jij kwam even helpen. Gezellig, hè? Mooi. Ja, morele steun. Top. Yep. En ik heb mama dat ding doorgestuurd en mama is trots op mij, maar dat hoor je zometeen wel. Oh, oké. Dat is heel goed. Ja, goed hè. En blij dat mama trots op jou is. Ja, maar dat ben ik ook zelf. Dan ben ik trots op mama dat zij trots op jou is. Is dat ook goed? Wat jij wil. Wat jij wil, schat. Is goed. Maar één ding weet ik wel, ja, dat was mijn vinger, handig. Maar één ding weet ik wel, dat ik heel veel van jou hou. Oké, dan is het goed. Nou, het is vaag hier. Hoe bedoel je vaag? Oké, nee, het zal dicht zijn. Nee, het zag er vaag uit. Nee, namelijk. Kijk, dat is mijn gezicht. Dat is mijn hoofd. Ja, oké. Dat is het licht inval. Kijk je het dan? Ja. Nee. Niet. Jammer. Ja, ik ben jou aan het filmen. Je bent lekker aan het kluiven. Ja, dit is... Ik weet niet of het beter is. Nou, de modem die heb ik net gerestart. Want we wouden dus Netflix kijken. Ja, maar dat gaat niet. Geen netwerkverbinding. Irritant. Dus dan maar restarten. Kijken of dat helpt. Ja, of en zo niet. En dan gaan we een spelletje doen. Ook goed. Ouderwets een spelletje. Ja. Uit naar de kast. Uit de kast nog wel. Ja, en dat van Richard. Ja, maar die ken jij niet. Richard ken ik wel, ja. Ja, maar dat spelletje niet. Oké. Okay. Ja, je kent het wel. En dan echt de Haagse Monopoly. Oh.
Het monopoliespel. Ja, maar dan echt gewoon in de Haagse variant. Oké. Ken je dat niet? Nee. Niet? Ik heb wel een Haagse monopolie. Ja, maar gewoon de versie Den Haag monopolie. Nee, die ken ik niet. Niet, oké. Dus het scheelt, ja. Maar moet je dan echt geld spelen of is dat, krijg je geld uitgekeerd? Het is gewoon eigenlijk Monopoly. Ja. Het spel Monopoly, bordspel. Nee. Ja. Maar dan gewoon van Den Haag. Oké. Okay. Verschilt dat met... En met korte poten, lange poten, ga zo maar door. Op met, en op het... Met dezelfde regels, zeg maar? Ja. Oké. Okay. Ook dezelfde... Algemeen fonds, kanskaart. Ja, ook dat allemaal. Of wil je die nou spelen? Kan ook hoor. Wil je die nu spelen? Ja, dat is goed. Dat is toch niks op tv. Mooi. Wil je dan de eettafel even legen? Ja. Maar daar zitten. Of wil je hier zitten? Ja, goed. Nee, waar? Dat was stoel. Ja, maar we kunnen ook hier spelen. Met jij het handig te vinden. Ja, Dit is zo leeg. Dat kan je ook leeg maken. Ik doe het wel lekker hier. Yes. Yep. Dat gaan we lekker doen. Monopoly spelen! Yeah. Ja! Wij willen jullie weer onwijs bedanken. Wij. En hij. Willen jullie dus inderdaad onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En duimpje omhoog. Dankjewel. Doei.